Siep. Oh. Siep gaat nu iets persoonlijks vertellen. We kunnen vandaag gewoon Nederlands kampioen worden. Ja, maar in wat dan? Hey. Ik heb hier... Wow! Oh, grote buik. Zo. Oké, we zijn er klaar voor. We hebben een warming-up gedaan, onze spieren zijn los. Ja. We gaan vandaag meedoen aan een NK. We kunnen vandaag gewoon Nederlands kampioen worden. Ja, maar in wat dan? Gaan we het overklappen? Ja, maar het is zo'n bijzonder Nederlands kampioenschap. Ik kan het niet voor me houden, echt niet. Nee? Nee. Oké. Het is stoepranden! Haha, ik was eerder. Een Nederlands kampioenschap stoepranden, voor de duidelijkheid. Je kunt de eerste worden. Nee, oké, we kunnen geen eerste worden. Nou, ik heb echt geoefend. Dat heb je gezien, toch? Ja, ik niet. Ik ben hier niet zo heel goed in. Maar we gaan het in ieder geval proberen. Het is het vandaag in Rotterdam. Het Nederlands kampioenschap stoepranden. We hebben een extra wisselspeler. Dus let's go. Het is echt officieel voor de mensen die nog dachten van NK stoepranden, doei. Nou, kijk, er is zelfs een vlag gemaakt. En dat doe je niet als het niet bestaat, toch? Die hebben wij niet gemaakt. Hebben wij niet gemaakt, nee. Hallo. Mag je afvragen, hoe ziet dat er dan uit? Dat ziet er zo uit. Een stadion vol met stoeprandjes. Onze bedrijfskleding is bijna compleet. We hebben wel vast het shirtje van Jeppe. Kijk, dat is schattig. Wil je die aan, Ricky? Ja? Eigen shirtje ook gepakt gekregen. Yes, team is compleet. Jantje Beton represent, wat staat op je rug? 20 en 21. Ik stop mooi met spelen. Onze categorie is nu zo aan de beurt, dus we gaan een veldje zoeken en dan gaan we los. Ben je klaar voor Jeppe? 15 punten. Ja. Oké. Okay. Jeppe en ik gaan winnen. In vanavond zijn we gelijk af en hebben we die gehaald. We gaan het nog proberen. Onze wedstrijd zit erop. We zijn niet gekwalificeerd. Te weinig punten. We hebben wel echt ons best gedaan. Alles gegeven. Maar helaas. Ja, sorry. Het ligt echt aan mij, denk ik. Ik heb gewoon niet zo lekker geslapen. Nee, ja, boem, gelijk hooligan, hè? Dat mag aan niemand. Dat was toch wel heel leuk om mee te doen. Oké, wij zitten niet in de volgende ronde, maar die worden hier gespeeld. Moet je nou kijken hoeveel stopranden. Dat is niet normaal. En hier op de middenstip, gewoon het echte finale veld met de betonnen stoepranden. Superleuk! Maar wij gaan thuis gewoon verder oefenen. We gaan de allerbeste Nederland worden. En dan komen we volgende keer terug en dan worden we echt Nederlands kampioen, hè? Zeker, ja, absoluut. Gaan we beter oefenen. Yay! Spelen! Helaas, wij lagen er best wel heel snel uit. We zijn niet eens gekwalificeerd. We deden ook eigenlijk een beetje voor de fun mee, want er was eigenlijk nog niet eens een categorie voor kleine Jeppen. Nee, precies. Te klein. Misschien, tip voor volgend jaar, babycategorie. We zijn in Rotjeknor. Ja. Koffietje doen ergens? Ja, een koffietje doen. Met je buitenspeelshirt aan? Ja, inderdaad. Op naar veel meer sportdagen voor kleine Jeppen. Ja, toch? Oké, wij gaan even Rotterdam in. Pak je koffie. Hebben we wel verdiend, toch? Ondanks ons verlies. Goedemiddag. Welkom in de herfst. Het is toch wel echt een omslag, hè, in één keer. Ja, maar het is ook officieel herfst nu, hè? Is het officieel? Het is officieel, het 21 september, ja. Ja, dus, wow. Geen grap. Dat is dan echt... inderdaad officieel herfst. Ja. Ja, je voelt het ook gelijk aan alles. Het is een beetje frips. Ja. Maar wat altijd wel heel lekker is van de herfst, is dat je gewoon lekker zo'n frisse buitenlucht hebt. Dus het is herfst en het is ook nog eens vrijdagmiddag. Dus ik zeg tijd voor een herfstborreltje. Even proosten op de herfst. Nieuw seizoen, welkom. Met bitterballen. Ja. En herfstbokjesbier. Herfstbokjesbier. Oh, dat zou echt wel lekker zijn, ja. Dat is echt lekker. Ja. Maar je hebt nou, wel je hebt dus in ieder geval wel een soort van voorbereid op de herfst. Speciaaltje voor de jongen. Ik heb een mutsje voor hem. Alvast ter voorbereiding op de echte herfst. Ja, hij vindt zijn sjaal eigenlijk nu nog een beetje om op te eten. Het is helemaal nat nu. Met de wind is het best wel een beetje koud. Ja, ja. Ja, joh. Ik wou iets vertellen over mijn clubje van vroeger. Of je herfstclub? Ja, ik had vroeger een clubje. De vier seizoenen. Ik wil een klein stukje persoonlijkheid erin kwijt. Oké, Siep gaat nu iets persoonlijks vertellen. Maar vroeger, in de herfst, gingen wij in het dorp altijd hutten bouwen. Daar begonnen we mee. Met takken en weet ik het allemaal.
En zoals die lachen, een beetje uit. Nee, denk van, oh ja, nee, dat is superleuk, dat deed ik vroeger ook. Ja, toch? Ja. Nou, wij deden dat dus elk jaar tijdens, gingen we hut bouwen met wat we konden vinden. Dat is heel nerdy, maar dat was echt heel cool. En daarom heet dus een groepje de vier jaren tijden. Met hoeveel waren jullie eigenlijk? Met z'n tweeën? Nee, een grapje. Nee, echt veel meer. En ik was denk ik wel de jongste. Dus ik vond het wel tof, ik hoorde er wel een beetje bij. Anyway, hersbokjes. Het hersbokje moet heel even wachten. Want ik moet eerst mijn nagels laten doen. En ik wil het heel lang al doen. Maar dat kan heel natuurlijk niet, want ik ben heel vaak alleen thuis met Jeppe. Wacht even. Jouw hersenbokje moet even wachten. Ja, die van jou niet. Oh, okay. Nee, die van jou moet wachten. Die van mij moet wachten, die van jou niet. Ja. Ik wil mijn nagels even laten doen, want ik vind het vet irritant dat ik dan elke week namelijk mijn nagels weer moet lakken. Of eigenlijk om de twee dagen wil het echt netjes zijn. Het stinkt natuurlijk heel erg in die salons, dus ik ga Jeppe niet meenemen. Want dat is echt vet slecht voor salonnetjes en alles. En nu ben jij er. En jullie kunnen lekker hersenbokjes gaan drinken. Althans jij, Jeppe niet. En dan kan ik even snel mijn nagels doen. Ja. Is dat goed? Ja. Oké, zo ziet ze er nu uit. En dan zie je ze meteen hoe ze er meteen zijn. Shiny and new. Wat een weer ineens. Ja, echt hè. Dikke druppen. Waar is mijn hersenbokje? Ja, ik wist niet hoe lang het duurde. Nu klaar. Nou, oké. Wil je? Ik kan wel even blijven zitten hoor. We moeten nog even blijven zitten. Ja, heb je een lepeltje? Nee, we hebben geen lepel mee voor Jeppe. We appten net, dus ik heb wel... snel even eten gekocht voor hem. Ik ga een lepel scoren hiernaast op de supermarkt. Oh, bestel jij een lekker biertje? Ja. Kom ik zo terug. Doei. Nog even geduld, Flappy. Even geduld. Dus mama echt klaar. Dan krijg je eten. En dan kunnen we de herfst inluiden. Wat nu al een soort van gebeurt hier buiten. Oké, dit gaat echt totaal niet volgens plan. Nee. De borrel verplaatsen maar naar ons huis toe. Ik heb biertjes gehaald. We hebben nog steeds geen lepeltje voor Jeppe. En Jeppe moet het even eten. Ja. Maar ja, zonder zo'n babylepeltje, zo'n plastic lepeltje, gaat dat niet lukken. En die verkopen ze dus niet bij de supermarkt. Nee. En gewoon nergens. Tot nu toe geen één supermarkt. Bij de Albert Heijn geweest, bij de Dirk van den Broek, maar niet gevonden. Wow. En het regent alweer keihard. Nu gaat het keihard regenen. Dus we gaan heel snel naar huis. Wel één klein pluspuntje. Ik kook bier. Wow! Oh, kijk, het is een beetje groenig zelfs. Ja, kijk, ik ben bang voor onweer. Oké, één pluspunt. Ik kook bier. En het rommelt heel hard. En ik moest mijn ID-kaart laten zien. Oh, echt? Hebben wij net niet 2 weken geleden jouw 32e verjaardag? 12e. Weet je het weer? 22e verjaardag. Ja, maar ja, dan nog 22 verjaardag. Ik ga mijn ID-kaart laten zien. Hartstikke leuk. Goed nieuws voor mij. Ga ik toch lekker mijn weekend. We willen wel echt een herfstborrel doen. En dan vind ik het zo zonde van Sas. Want die had er zoveel zin in. Ga ik toch even iets regelen dat het ook wel een beetje op een borrel lijkt. Ook al doen we het thuis. En Sas had al voor de biertjes geregeld. Maar ik ga iets anders halen. Het zijn bitterballen geworden. Kijk. Er is namelijk natuurlijk geen borrel compleet. Zonder bitterballen. Oh, ik moet wel even de deur open doen. Ah, anders kom je niet meer binnen. Zo. Sorry, ik koop niet. Oh, Ballen Express. Ik wilde zeggen, ik koop niet aan de deur, maar. Het is. Heel de herfstborrel is officieel toch een soort van borrel nu. Dit kan niet ontbreken, toch? Kom snel naar binnen. Heb ik nu mijn eigen echte herfstborrel? Nu heb je eigen echte herfstborrel. Baby in bed geslingerd. Oh. En bitterbal bij. Ik had er zo zin in. Gewoon even zo het weekend even chill beginnen op het terrasje. Met een lekker biertje en een bitterbal. Alleen drinken als je boven de 18 bent. Dat liep allemaal een beetje in de regen. Het viel letterlijk in de regen. In het water. Want het viel in het water, viel het in de regen? Nee, het viel niet in de regen. Top. Het viel in het water. Cheers. Cheers, inderdaad. Op het weekend. Morgenochtend moet ik heel vroeg gaan werken, dus ik ga niet zo laat slapen. Nee. En dan hebben we een leuke verrassing voor onze dino. Maar dat zie je straks. Het is lekker, want je zit er nog in. Dat zal dan ook jouw huis kunnen. Sas is... Weer lekker hard aan het werk. Goedemorgen trouwens. Sas is natuurlijk weer ASAP Live aan het maken.
Klaas is er niet, dus heeft nog extra veel werk op haar handen. Maar wij gaan vandaag ook niet echt stilzitten. Want wij hebben in dit huis ook nog het een en ander te doen, namelijk de tuin. Het is nogal een bende. Er ligt zoveel troep. En eindelijk gaan we die troep weggooien. Ik ga het niet alleen doen, mijn vader komt. Gezondheid. Mijn vader komt langs. Mijn moeder komt ook mee. Mijn vader gaat mij helpen. Mijn moeder gaat op Jeppe passen. Dat vindt ze ook altijd heel leuk. En Jeppe is ook stiekem heel erg fan van oma, toch? Jeppie, je bent wel fan van oma, toch? Dat lipje. Dat betekent niks, dat is gewoon een oefening. Dus ja, we zijn een beetje aan het ontbijten, aan het opstaan, nog eens aan het opstarten. Mijn ouders komen zo. Kunnen wij ook aan de slag. Even mijn koffie eerst al drinken. Tof, Flip. Ze zijn er, Dino. Opa en oma zijn er, yay. Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Kom verder. Oeh, Dino. Verrassing, opa en oma zijn er. Yay, 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 yay. Lekker slapen. En mama. Is mama op televisie? Ja, mama is op televisie. De visite is gearriveerd. De visite slash hulp, toch? Ondersteuning. Ondersteuning. Wij, pa en ik, gaan zo aan de slag. Support. Support, support inderdaad. Support. En Mari gaat op Jeppe passen. Dus eerst een bakje koffie en dan aan de slag. Heerlijk. Toch, pa? Nee. Daar kan ik niet aan, daar kan ik niet aan. Zo, de klus is geklaard. De tuin is weer helemaal netjes. Het is nog niet helemaal zomerproef voor 2019. Maar hij is in ieder geval wel een soort van herfstproef voor dit jaar. Mijn vader heeft heel goed geholpen. Je staat nu met een teddybeer tegen het raam. Sas is volgens mij aan het inparkeren. Dus mijn pa die staat nu met een teddybeer uit om te verwelkomen. Ja, dat betekent wel een beetje een soort van... We hebben weer genoeg gedaan voor het weekend. Dus we kunnen even lekker relaxen. Even socialize met opa en oma. Jeppe ligt lekker te slapen. Tussen is een ander kind in ons huis wakker geworden, zie ik. Oké, gisteren stond opa maar daar op te vangen en daarna hebben we eigenlijk helemaal niet meer gefilmd. Opa en oma zijn al naar huis, dat was superleuk. We zijn s'avonds nog uit eten geweest. En nu is het buiten echt een beetje droevig weer, het regent. Maar we willen wel heel graag lekker spelen met Jeppe, maar dat moet dan maar eventjes binnen, want anders worden we helemaal nat. Maar Siep, wat ben je aan het doen? Ja, Jeppe heeft een nieuwe skatetrui. En wat moet je met een skatetrui doen? Skaten! Het is voor het eerst dat hij echt aan het skaten is. Maar kijk nou, dit past helemaal bij zijn outfit, joh. Kijk nou. Woehoe! Je snapt er helemaal niks van, denk ik. Hij vindt het wel steeds leuker. Ja? Wee! Jeppie! Wee! Mama wil ook skaten met hem. Dat kan. We gaan de pro-versie doen. Die capuchon ook. Yay! Wat leuk, hè? Hoe lang gaat het duren voordat Jeppie echt een skateboard denk je? Nou, we laten wel een tuigje erop maken. Maar kijk nou, wat voor outfit hij aan heeft. Ja, cool man. Capuchonnetje. Met een skateboardje. En kijk eens zijn achterkantje. Stay dope. Stay dope. Dat is zo schattig. Je bent echt een skateboy nu. Over uiterlijk gesproken. Ja. Dit haar. Ja, het vogelnestje op mijn hoofd moet weer eens geknipt worden. Want de laatste keer dat het geknipt was dus in Frankrijk. En dat is echt wel 100 weken geleden. Oh, dat was echt heel lang geleden. Dat was echt super lang geleden. Misschien ken je nog wel Bruno de kapper de uit. Ja, de knipper. Toen gingen we het WK kijken, volgens mij. Wow, dat is echt lang geleden. Ja, maar goed, hè? Soms moet je dingen van de andere hoek bekijken. Sas, wat moet het worden? Zeg maar wel dat dit lang mag blijven, maar niet zo lang. En aan de zijkant weer korter en weer fris. Ja, Dino trekt alvast wat uit. Wat vind jij, Jeppie? Oké, jij gaat naar de kapper. In de volgende vlog ga je zien hoe het geworden is. Ja. Dus voor nu zeggen we dankjewel voor het kijken. Volgende week een nieuwe kruipupdate van Jeppe.
gaan we hopelijk weer meer naar buiten, omdat het dan lekker weer is. Tot die tijd moet je deze vlog gewoon 100 keer gaan bekijken en liken en sharen en delen. En vergeet niet te abonneren. Ja, vergeet niet te abonneren, te liken. Super cool. Thanks, tot de volgende keer. Later. Hoi.